Vandaag hebben we bezoek gehad op ons bedrijf van de ERIAF-conferentie. De mensen waren heel erg verrast over hoe duurzaam we produceren in de glastuinbouw. Wij gebruiken bijvoorbeeld aardwarmte, dus we verwarmen onze kassen met warmte uit de grond. We gebruiken minimaal aan fossiele brandstoffen. En ook hoe we duurzamer produceren. Weinig tot geen gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Dus alles wordt biologisch bestreden. En ook hoe wij onze stengels of onze reststromen eigenlijk weer verwaarden naar nieuwe producten van onze tomatenstengels maken wij. Tomatendozen, andere verpakkingen, consumentenverpakkingen. Eigenlijk weten de consumenten weinig van hoe duurzaam wij in Nederland produceren. Ze denken nog steeds dat wij heel veel stoken. Vies is, veel gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Ik denk zelf dat als we gaan kijken naar heel de wereld, ik denk dat Nederland de traditionele tuinbouw de schoonste producent is in de wereld, hoe wij produceren. Maar wij brengen dat als Nederlandse tuinbouw, als teler zelf veel te weinig naar buiten toe. 10% van de Nederlandse glastuinbouw is op dit moment milieukeur gecertificeerd. Dus op strikte regels doet het eigenlijk op minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, eigenlijk 100% zoveel mogelijk biologisch bestrijden. En dat wordt eigenlijk heel weinig naar de consument gebracht.